Welkom, beste luisteraars, bij de niet zo serieuze sprookjes van Geron de Wulf. Als kind worden er vaak sprookjes voor je verteld en dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes. Live vanuit de Charlatan in Gent. Ik heb naast mijn vriend, collega om mij bij te staan, Stijn van Oudreven. En het sprookje dat het publiek hier wilt hebben vertellen is het sprookje: er was eens een radeloze Sandra die carrière had gemaakt als business consulent. Consultant. Heel belangrijk. Goed. Consultant. Hier gaan we. Sandra zat mijmerend. Nee, ik ga eerst beginnen met er was eens. Er was eens. Bent kwijt. Ben uit de zoon nu. Er was eens een radeloze Sandra die carrière had gemaakt als business consultant. Sandra zat mijmerend op de lijnbus. Die ging richting haar huis. En ze wist goed, ze moest afstappen na de derde halte. Maar toch bleef ze zitten. Want ze wist dat dit de laatste keer was dat ze de lijnbus moest pakken. Morgen zou haar nieuwe bedrijfswagen staan te wachten op de parking. Ze was gepromoveerd van consulent naar consultant. En die wagen was onderdeel van het pakket. Ze had gekozen voor een Audi A6 Sportage. Een wagen waar radeloze Sandra wel raad mee wist. Het was een automatic, want met de knuppelwerking had ze afgeleerd, toch een paar jaar geleden. Dus ze bleef op de bus zitten, mijmerend over die Audi A6 die op haar stond te wachten, de dag erna. En ze dacht, ik ga nog eens voor de laatste keer de hele busrit uitzitten tot op de terminus en terug naar huis. En zo gezegd, zo gedaan. Ze keek rond en zag al die mensen die geen auto hadden. En Sandra wist, ooit was zij ook zo radeloos geweest. Maar nu was zij boven het gepeupel uitgestegen. Want vanaf morgen had zij haar eigen vier wielen. Ze schrok van de hand op haar schouder. Peter, de buschauffeur, staarde haar aan. Hey, de rit is ten einde. Je hebt nu al 3-4 keer ganse traject afgewerkt. Gaat het? Oei, zei Sandra, ik was even in gedachten. Even lang, blijkbaar, want ik heb al 3 uur op deze bus gezeten. Hoe raak ik nu thuis? Hé, zei de buschauffeur, heb jij dan geen auto? En toen werd Sandra radeloos. Morgen pas! En we zijn hier aan het eindstation. Peter kreeg een vieze glimlach om zijn mond. Hij zei... Ja, Sandra. Als jij geen auto hebt, dan ga je met mij mee moeten. En Sandra was radeloos. Anders had ze dat nooit gedaan. Anders had ze daar nooit ja opgezegd op deze buschauffeur met een vettig haar in een zijstreep, een pornosnor en een dikke buik. En zo zat ze 10 minuten later met een helm op zijn Camino van achter. Rechtstreeks naar Ledenberg. Ledenberg, bij iedereen gekend als een wijk. En niet zomaar een wijk, nee, een wijk vol met camino's en mannen met pornosnorren. Peter bracht haar naar zijn tempel. Het leek op een gewoon rijhuis van buiten, oh ja. Maar nummer 65 was niet zomaar een huis. Achter de gevel van het huis verschool zich een plek die Sandra nooit had kunnen bedenken dat die daar was. Een showroom met alleen maar mooie auto's.
Ja, zei Peter. Ik ben dan misschien wel buschauffeur, maar al mijn welverdiende centjes stop ik in exclusieve wagens. Nee. Sandra schrok en zei, maar jij hebt dan meer wagens dan ik? Ja, zegt Peter, ik heb er 12. Ik heb hier een Lamborghini 1962, een Ferrari van 74, een Ford Mustang van 62 en nog 9 andere wagens. Sandra zei van, maar ik had mij helemaal vergist, Peter. Jij bent helemaal geen gepeupel. Het is niet omdat je met een bus rijdt dat je niks waarde hebt. Peter schrok van wat ze zei. Hij had het niet verwacht uit die zoetzooie lippen van haar. Hij had toch iets anders verwacht uit dat maatpak dat zij toen droeg. Hij had haar wel al een paar keer uitgekleed natuurlijk met zijn ogen. En nu gebeurde dat ook met zijn handen. Hij zei, Sandra, jij moet eens 1 goede les krijgen. Het is niet omdat je vandaag misschien gepromoveerd bent van consulent naar consultant. Dat je morgen een Audi hebt dat wij minder waard zijn. Vergeet nooit waar je vandaan komt, Sandra. En hij kleedde Sandra uit. Hij gooide haar op de kapot van alle 9 wagens en die 3 andere ook. Hij zei, laat dit een wijze les zijn, Sandra. Jij zit niet in de wagen, jij ligt gewoon op de kapot. Omdat je het als consultant niet waard bent. Want uiteindelijk als consultant, wat doe je? Je verkoopt lucht, Sandra. Je bent niet beter dan al die mensen op de bus. Je bent minder dan al die mensen op de bus. Die nacht liep Sandra huilend door Leedberg. Naakt. En het is een wijk waar je echt niet naakt wilt rondlopen. Uiteindelijk raakte Sandra thuis. Met 3 boterkoeken. Maar ze had nog een hongerke gekregen. En die volgende ochtend kwam Sandra, radeloze Sandra, op haar werk. Haar baas riep haar in zijn kantoor en hield de sleutel, een blinkende sleutel van de Audi A6 Sportage, voor haar neus. En Sandra zei, nee, Gerard, want zo heet het niet. Nee, Gerard, het draait niet om die sleutels. Nee, ik wil buschauffeur worden. De moraal van dit verhaal. Als je consulent bent, blijf gewoon consulent. Slaap lekker. Steun maar uitgeven!